President Desiree Bouterse heeft vandaag op een meeting de Botopassie aangekondigd de grenzen met Nederland, Guyana en Frans-Guyana af te zullen sluiten. Het staatshoofd is zich ervan bewust dat het coronavirus ook richting Suriname kan komen. De president heeft de bewoners van Botopassie ook gevraagd dat ze alle voorzorgsmaatregelen treffen om niet ziek te worden. De president maakt momenteel een rondreis door het boven Suriname gebied. In het kader van de verspreiding van het coronavirus heeft Suriname sinds 6 maart de backtrackroute met Guyana afgesloten. Dit maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend via het Nationaal Informatie Instituut. De sluiting heeft te maken met de mogelijke coronagevallen in het buurland. Vorige week maandag sloot Guyana ook die gedoogde route voor een week. Nu het land slachtoffers van het virus heeft genoteerd, is besloten om de sluiting van de backtrackroute te verlengen. Beide landen zijn in overleg met elkaar over wanneer en onder welke condities de route wederom opengesteld zal worden voor het personenverkeer. Op een ieder wordt een beroep gedaan gebruik te maken van de officiële oversteekplaats de Zoutdrain, Nikeri. Passagiers worden daar namelijk getest op lichaamstemperatuur en mogelijke griepverschijnselen.